Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag gaan we weer een nieuwe map bekijken. Ik ben hier wel samen met Stan. En vandaag zijn we aangekomen in Frankrijk, in Parijs. Paris. Ja, in deze Mon ami. Map hebben ze een gedeelte van Parijs gemaakt. Ik weet niet of het letterlijk 1.1 skill, 1.1 skill, of hoe je dat ook noemt, van de echte is, maar... Oh zo, ja. Ja, ik weet niet. 1-op-1 ziet er in ieder geval wel goed uit. Dat ding is echt immens groot. Ja, dat klopt. Ja, je zag hem nog net niet toen ik daar stond. Maar ja, het kenmerk van Parijs hebben we hier staan. Namelijk de Eiffeltoren. En ja, wat valt hier nou over te vertellen? Eigenlijk niks. Ja, weet je het is? Ik... Ja, vertel. Ze hebben het wel redelijk, even mijn speed in. Redelijk recent nagemaakt. Want de helikopter staat hier op de grond. En die staat hier is ook eentje. In verband met dreiging toen, weet je wel. Die terroristische dreiging. Hebben ze daar, staan ze dan ook allemaal te patrouilleren. Dus op zich dat is wel redelijk nice. Ja, dus die mensen hier, dat leger, al die mannetjes die hieronder staan, dat zijn allemaal soldaten dan eigenlijk. Staan hier allemaal ja, die lopen er wel rond, maar... Maar hieronder of hierbovenaan zat toch een restaurant? Weet jij daar zo? Dat weet ik echt niet. Volgens mij... Ik zou het echt niet weten. Ik weet wel hoe hoog de Eiffeltoren is. Dat weet ik dan maar wel. Oeh, vertel het eens. Hoe hoog is hij? Hij is 324 meter inclusief televisiemast. Er staat een televisiemast bovenop. En zonder echt? Is hij 317. Is dat voor die 3G yep. dan? Of 4G? Ja, 4G netwerk. Ja, waarschijnlijk zijn ze in Frankrijk pas bij die 1G. Fucking scare. Ja, 1G. Ja, precies. Ja, daar zit normaal ook zo'n lift in waar je... Ja, dat wou ik net zeggen. Die lift hier is een beetje naar buiten gevallen. Kapot. Nee, maar goed, hij is wel heel gaaf. Hier in deze map hebben ze er omheen heel veel tuinen gemaakt. Ik weet niet of dat in het echt ook zo is. Misschien dat een van jullie kijkers hier ooit een keer geweest is. Daar zijn... Dat klopt wel. Daar zit zo'n park naast. En daar staan al die mensen, die vuile oplichters, die staan daar van... Balletje. Die kleine Eiffeltoortjes te verkopen. Of balletje. Daar was hier ook heel veel... Ja. Het stomme is, we hebben van tevoren niet eens gekeken naar foto's van wat het werkelijk is en wat ze hier hebben gedaan. Was misschien wel handig geweest. Nee, ik ben wel vaker in Parijs geweest, maar alleen in Disneyland, dus ik ben nooit in Parijs zelf geweest. Ja, daarom. Oh, hier heb je ook zo'n leuke toeristenbus met allemaal kopjes. Ja, en die rode. Ja, met die... Zo'n hop-on bus is dat, ja. Reclame of zo met die pumpkin dingen. Ja, ik denk het. Nou, reclame voor... Ja, ze hebben hier... Pompoensoep. Ja. Als de bus gaat crashen, krijg je de pompoensoep. Lol. Maar hier, ja, hierachter hadden ze een heel groot pleinachtig iets gemaakt met een soort paleis. Volgens mij is dat het gemeentehuis of zo. Want het ziet er wel echt heel gaaf uit. Ja, we vliegen ook heel snel langs die huisjes. Die huisjes zijn ook echt gaaf. Ik herken ze een beetje van die MW3 map. Resistance volgens mij. Die heette volgens mij Resistance en dat was in Parijs. Of in ieder geval klopt, daar is die. Dat was, ik vond het echt een kut map overigens. Ik vond die wel, wel gaan. Survival mode erop was wel dik. Dus ik weet niet of je weet wat dat was daar. Survival mode. Ja, ik heb hem alleen gespeeld op de Wii. Oh. Echt? Ja, maar... Mijn Wii was omgebouwd. Dus ik had die daar gewoon even op gedownload. Hoppa. Nee, die survive mode daar was dat je in rondes moest overleven tegen soldaten. Ik vond het wel echt een hele leuke game mode. Ik hoop echt dat ze daar bij die nieuwe COD Infinite Warfare erbij gaan doen. Ook al ga ik die niet eens kopen. Flik hem erop. Ik wil alleen Modern Warfare Remastered, verder niks. Maar ja, volgens mij is dit hier het einde van de map al. Ja, hierachter is het einde van de map. Ja, ze hebben daar een heel sneaky blokje. Wel echt een ziek paleis, holy shit. Ja, dat klopt. Ik vind het wel is jammer. Is geen gemeentehuis. Ja, ik vind het wel echt jammer dat ze aan de binnenkant niet... Ja, die is helemaal leeg, dat wel. Ja, het doet me wel denken aan James Bond, om een of andere reden. Dus ja, ik weet niet of jij een beetje hier James Bond-achtige... Nope. Kom hier kijken, joh. Hebben ze een mooi paard neergezet. Oh, die had ik net ook gezien, ja. Oh, je kijkt... Dat wist ik niet. Dus je hebt die Quantum of Solace en al die zooien, daar vind ik helemaal niks. Ja, die nieuwe wel. Vanaf Casino...
vanaf Casino Royale vond ik ze wel vet, maar die daarvoor heb ik eigenlijk nooit de moeite voor genomen om die te kijken. Nee, ik ook niet. Die waren, dat was allemaal zo oud. Ik vond allemaal. Een Casino Royale vind ik echt oprecht heel vet. Ik vond die, ja, ik ook trouwens, ja. Die Quantum of Solace vond ik wel gaaf. Dat was mijn eerste James Bond film die ik had gezien. Ik had die Casino Royale toen nog niet gezien. Dus ja, die vond ik ook wel gaaf. Die nieuwe vond ik een beetje tegenvallen. En ja, binnenkort hoop ik dat er weer een nieuwe komt. Ik vond Skyfall ook wel gaaf nog. Ja. Ja, even kijken. Kunnen we hier nog aan de zijkant van die huisjes nog iets... iets beleven? Of, Waar is hier? Dat kleine huisje hier in het midden. What the fuck? Dat weet ik niet. Dat is een... ik denk een kinderspeelpaleis die een beetje omgevallen is of zo. What the fuck? Ik weet het niet. Nee, ik weet... Dat dak hier ook de ene kant is, maar... daar hebben ze volgens mij verkeerd gewild uit het of zo. Die mensen waren... Helemaal ingestort? Die mensen waren lui, die dachten even sterren erop de wild uit het. En die hadden waarschijnlijk de verkeerde kant op gewild uit het of zo. Misschien. Ja. Nee, hier aan de voorkant is wel trouwens best wel gaaf. Dat doet mij denken aan... ja, een beetje Venetië-achtig hier, die brug. Maar die herken ik wel ergens van, die brug. Maar, ja, ik ken er lekker hier met de toeristenzooi. Ja. Ik ken er lekker in zo'n boottochtje. Je m'appelle... je m'appelle frikandel. Echt van die Bak, met zo'n glazen dak. In de, hier ook weer... Is dit nou ook... Oh nee, grapje, daar kun je gewoon naar buiten. Ja, dat is zo'n balkon. Vaak van die glazen daken, als de zon erop staat en iedereen daar aan het wegrotten is. Maar zijn Basie en Adriaan niet hier geweest? Bloedheet en niet. Wat? Waren Basie en Adriaan niet een keer in Parijs? I don't know. Zal best wel. Ah, oh, de mooie mensen. Ik vond Basie en Adriaan net kut. Oh. Vond Samson nog echt leuker. Hater. Oh, kijk hier trouwens, onder die brug. Zie je zo'n fikkie daar gestookt is? En dan zo'n kist. Dat is gewoon zo'n dikke zwerverplek hier. Ja. Hier staat zo'n zwerver met waarschijnlijk zo'n... weet het? Een Albert Heijn kaartje. Een supermarkt kaartje. Ja. Hebben ze aan de andere kant ook gedaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Aan die andere kant hebben ze... Ja, precies hetzelfde. Dus gewoon inderdaad de wildheid het gekopieerd en geplakt. Helaas. Ja, hier hebben ze volgens mij ook niet veel te laten zien. Want hier is nog een gedeelte van het park. En ja, aan de andere kant, als je vanaf de dingen afgaat, van de Eiffeltoren af, gaat de andere kant op, daar heb je wel nog ook zo'n groot gebouw, maar die ligt hoger. Ik denk dat het gemeentehuis is. Ja. Oh, ja, dat klopt. Maar het is niet echt een huis, want het zijn meer twee gebouwen bij elkaar. Twee losse gebouwen, inderdaad. Je. Ja, en hierachter dit, wat dit moet voorstellen, dat... was het een trein die hierin is gereden of zo? Welk? Hier aan de zijkant, lijkt wel net een trein. Oh ja, dat had ik ook gezien. Ja, dat weet ik niet wat dat is. Ik denk dat de trein die erin is gestoken. Nee, maar dat is wel gaaf. Dat kan goed, dat je een tunnel moet voorstellen. Ja, met en de metro. En dat ze gewoon die tunnel niet meer hebben gemaakt. Nee, dat is gewoon een metro waarschijnlijk. Wacht, ja, dat is ja, wel waarschijnlijk gaaf. Wel, wacht. Kijken. Wow, die gaat echt helemaal onder de grond ook door. Echt? Oeh, oh hij... Om als je op die map doorgaat, hier. Kijk hier. Wat netjes. Ja, die hebben ze gewoon 6 keer bij elkaar gekopieerd en... pas maar op, dadelijk als je daar hendeltje over gaat, gaat hij rijden, hè? Ja. Ja, maar dat was hem volgens mij weer, want die gemeentehuis is ook niet veel te beleven aan de binnenkant. Nope. Helemaal zwart. Het is wel echt knijterdruk, man. Al die Chinezen hier, toeristen. Pitja, pitja. Hou niet van zwart. Wilt u koffie met... wilt u normale koffie of zwarte koffie? Ik hou niet van zwart. Kibbeling. Maar goed mensen, dat was de video weer voor vandaag. Een beetje een teleurstelling. Maar goed, wil je hem zelf bekijken? En eventueel aanpassen, want ja, je kan ermee doen wat je wil als je hem eenmaal gedownload hebt. Kijk in de beschrijving, staat de download van deze map. Ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Wij vonden het hartstikke interessant. We hebben heel veel nieuwe dingen geleerd hier. Ja. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later mensen.